Haha, strijders. Welkom bij een nieuwe video. Jullie zien wat er gaat gebeuren. Oh, stukken beter jongens. Helemaal gladjes. Ja, dit haal ik er nooit af. Dan zie ik eruit als een kind van 15. Maar dit ziet er gewoon lekker uit. Allemaal te danken aan onze sponsor voor deze video. Gillette. Hartelijk dank. Topspul is het jongens. Ze hebben nieuwe scheermesjes en dat is precies de reden dat we vandaag samenwerken met Gillette. Met deze dingen glij je echt moeiteloos over je gezicht. En het belangrijkste is dat hij een exfoliërende strip heeft. Dode celletjes worden dan van je huid gehaald, waardoor het mes vrij spel krijgt. Natuurlijk niet vergeten om daarna even je huid te verzorgen. Maar Gillette, bedankt. Nu zie ik er weer fris uit. Normaal gesproken sloof ik me alleen zo uit voor avondjes met Carola of een uitzending bij Viaplay. Maar vandaag dus eventjes helemaal glad. En speciaal voor Gillette gaan we nu deze draft video beginnen met een draft waarbij we gaan proberen alleen maar kale spelers of spelers met juist een prachtig gestelde baard te krijgen. Dat wordt ons eerste team. Ja, inmiddels dat nette overhemdje gewoon weer aan de kant geschoven. Maar wel tijd om die draft te gaan bouwen. En kijk eens even wat er klaar staat. Gigantisch veel packs. Maar natuurlijk komt hier dat draftje met zoveel mogelijk kale of bebaarde spelers. Benrahma, klein baardje. Vooruit. Ja, dit mag ook. Nee, Lukaku, kaal. Perfect. Drie benen en een kale kop. Ik moet zeggen, dit vind ik ook. Dit is gewoon zo'n lekker smerig. Eigenlijk heb ik ook een beetje een smerig Duits snorretje. Ja, Kyle Walker. Vind ik in de buurt komen van kaal. Dit is vrij kaal. Nou, toch 18 teamgeesten. Ik vind het niet slecht. Dit haar is zo spierwit dat je gewoon niet ziet of die haar heeft of niet. Je doet het maar mee, hè? Ja, Goedelje is ook bijna kaal, joh. Vroeger had hij zo'n bos haar. Of heeft hij nog wel zo'n staartje? Deze gaat voor beide door naar de volgende ronde. Het valt me niet mee, eigenlijk. Het is ook echt een heel slecht team geworden, maar er zijn eigenlijk weinig echt kale spelers tegenwoordig, hè? Zelfs geen kale manager. Jurgen, prachtig baardje. Dit is hoe we ervoor staan met onze drafts. Straks aan het eind van de video zie je of we met deze draft daadwerkelijk gaan winnen. Eerst wil ik door al die packs heen. Eerst even naar doelstellingen. Er is van alles gaande. Kijk. Bij de mijlpalen hebben we hier deze. Er was dus zo'n SBC'tje, die hebben wij 100 keer gedaan. Zodat we ook al deze packs en beloningen vrij zouden spelen. Oh, ja, oké. Nu word ik gelijk doorgestuurd. Hernandez. Oké, volgende pakket. Ik heb niet gekeken. Was het Shevchenko? Ja, Shevchenko. Dit is Zanetti volgens mij. Oh, Barnes. Dan zat ik super dichtbij. Dit is Ballack. Doet me denken aan die video met kijkers van de week. Jongens, echt zo gestoord. Het was echt gestoord. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt met kijkers. Tot slot, de groep. 7 keer 84 plus. Jullie snappen het. Ik ga jullie alleen meenemen bij de goede pakketten. Dit is niet eens slecht. Er gaat heel veel dubbel in komen. Daar ga ik proberen nog een en ander mee te doen. Zodat we ook nog een item packie klaarzetten. En ik neem jullie mee langs de hoogtepunten. Dit was een hoogtepunt trouwens. Laporte. Come on. Hey, in vorm. Nog maar 90 te gaan. 86. Weer in vorm. Weer. 88 Modric. Nee joh, kijk dan. De Keiler. Wow. In vorm, Pie. Oh, we zijn de 80 voorbij. Ik vind het wel mooi geweest zo. Oh, wat? Weer een 88. Ja, hebben. Toby. Oké. Hey. Kijk. Weer Modric. Oké. Kijk, we gaan even naar deze. Dit moeten we nog inleveren, twee teams. Goed, dit leveren we in. Modric erbij. Hartstikke idee. Toch, een informpie. Een Spaanse goalie. Zo, 88. David Soria. Perfect. We gaan nu naar de 50 pakketten. Dus die inform... Hey, oh, Lukaku. Die inform was eigenlijk het enige bij deze 10 packs. Nu nog 50. Hey, gelijk raak. En het is een Duitser. Oh, Toni Kroos. Sommertje. Hey, het is een vorm. En is dit dan een hoge? Dat niet. Hey, ja. Wow, what is that, Diaz? Ah, het is niet die goede helaas. Die had ik al, die heb ik net ingeleverd ook. Maar ja, wel een 88. Het is niet veel waard. Dat is jammer, je schrik je te pletter. Nou ja, uit zo'n upgrade. Prima. Ja, het is jammer. Ik snap ook niet zo goed wat hier nou de reden van is eigenlijk. Waarom deze kaarten dan op deze manier worden uitgebracht. 30k voor een Del Piero. Om ze juist toegankelijk te maken of zo. Ik weet het niet. En weer een walkout. Ik vind het echt niet slecht hoor, jongens. Goeie genade. Kijk eens even. Weer een 88. Dat is nou al nummer 9 of 10. Hoppatee. Het gekke is, er heeft nog geen 87 rated tussen gezeten. Ook misschien 1 of 2 86's. Extreem veel 88 rated. Echt bizar. Gestoord. Knotsgek. Dat zou ik nou niet in 1, 2, 3 zeggen. Informpie. Er stond dat het geen walkout was. 88. Nee, dit is echt niet normaal. Echt niet. Ik heb het gevoel dat ik in het ootje word genomen. Ah, Moreno voor de tweede keer. Oké, dan is dit het moment om weer eventjes te recyclen. Alright, dit leveren we in met daarbij Gerard Moreno. En dus hebben we ook deze nu klaarstaan. En daar kan iets leuks in zitten. Volgens mij zijn we ook bijna door al die upgrades heen. Recycle dit. Je voelt
dat er iets moois staat te gebeuren. Oh, het is weer een inform. Kabea. En nu is dit de laatste. De allerlaatste van deze succesvolle reeks. Ik kan niet anders zeggen. Het heeft gewoon meegezeten. En nu dus nog 10, 11 andere pakketten met allerlei combinaties, hoge aantallen en titanen. Dit is laan. Maar, nee, dit is niet die lijpe. Dit is die ik al heb. Shit, deze heb ik al. Dat betekent het volgende. Dat we nog een SBC moeten gaan doorontwikkelen. Een 92 verificaat. Verder heb ik niet zo heel veel. Een Barcelona speler. Ja, dat heb ik wel. Een 88. Dit leveren we in. Laam toedeledokie. En dus zijn we iets dichter bij die gekke kaart van Rivaldo. Nou, wat is dit nou? Uit zo'n random pakket. Weer Del Piero. Bepaalde kaarten pak je gewoon te pas en te onpas. Oké, lang niet gek. Dit is niet zoveel. Oké, daar hebben we er nog één van. Beduidend minder. Wel, oké. Thiago Silva. Dit pompen we weg. Oh, weer een walkout. 2x84+. Tony! Waar ga ik dit ingooien? Kijk, dit moet ik hebben. Oké, dit leveren we in met Tony en Vardy. Dit is een team voor Roy Keane. Oké, 2x84+. Dit is weer een walkout. Eigenlijk hou je het zo extra spannend, hè? Weer Toni Kroos. What the fuck? Dit team leveren we in. En dan ben ik er echt bijna voor Rivaldo. Kroos voor de derde keer gerecycled. 7x84. Dit is een walkout. Kimmich, 89. Lekker zeg. Met wat fodder van al die upgrades hebben we deze weten te bemachtigen. Duimpje wordt gewaardeerd. Strijk de plooien in je gezicht nog even glad. Terwijl we denken aan dat mooie giletmes. Ons geweldige draftteam dat we gewoon uiteindelijk niet meer gaan gebruiken, denk ik. Een Team of the Year icon, dat is op zich goed. Maar dan wil je niet een linksback. Ja, Ashley Cole is een goede kaart, denk ik. Maar dit is jammer. Dit is geen vette kaart. Ja, dit is... Hij is wel duur, hè? Nee, ik vind het vet. Ik ben gematigd tevreden. KK gaat gewoon nog even terug. Oh ja, daarover gesproken. Met KK ging het hartstikke goed. En daar willen jullie misschien nog wel wat beelden van zien. Want ik zei, ik ga die KK één weekend gebruiken en dan zie ik het wel. Die beelden zie je nu. Weekend League doelpunten van deze man. Hier gaat hij. Je ziet hem met die mooie haardos. En ik moet zeggen, ik ben echt heel erg te spreken over hem. Ik heb 4-1-2-2 small gespeeld met hem op 10. Memphis en Dalglish als mijn spitsen. En ik wilde gewoon even kijken of hij een beetje rendement zou hebben. Dit soort kappenwegentjes. Oh, heerlijk. Hij draait echt op de vierkante centimeter zoals je precies van hem hoopt. En eigenlijk ook wel een klein beetje verwacht. Eigenlijk ben ik een klein beetje verliefd op dit soort kaarten in FIFA. 5-star, 5-star. Hij is niet de allersnelste. Maar ik moet ook zeggen dat er op zich voor de spitspositie genoeg andere kaarten voorhanden zijn. En eigenlijk wil ik hem gewoon niet kwijt. Daarom zag je hem net ook nog steeds in mijn club staan. Anders had ik hem al lang verkocht. Maar ja, zo'n first owner. De eerste en enige icon dit jaar. Die gewoon echt meer dan fatsoenlijk is. Die ik heb gepakt. Ik wil hem eigenlijk gewoon houden. En die Rivaldo lijkt me wel gruwelijk. Het is natuurlijk ook een beetje een meme op ons kanaal geweest. Dat lijkt me wel leuk. Die hebben we nu bijna voltooid. Maar ja, de goals die hij maakt ook. Die KK. Zijn gewoon echt van grote kwaliteit. Uiteindelijk vernaai ik mijn Weekend League. Bijna altijd deze game. Ik weet niet waarom dat is. Ik denk dat ik sowieso altijd veel te aanvallend speel. 4-1-2-2 small ook weer met deze. Ik ben echt als een soort kamikaze piloot. Dus ik weet het eigenlijk wel. Als een kamikaze piloot aan het spelen. Maar ja, dat is wel bijna elke week hoe het gaat. Uiteindelijk ben ik weer van 12-3. Nou ja, 10-1. Ik ga het altijd hetzelfde eigenlijk. Ga ik 9-1, 10-1. Op een gegeven moment sta ik 12-3. En dan denk ik van, die 16 gaat toch wel lukken. En dan vernaai ik het alsnog. Het was weer 15-5, zeg maar. Ja, 15-5. Fantastisch. Nou ja, deze man hebben we dus gepakt. Dat hadden jullie al min of meer begrepen. Want die hebben we nu voor de derde keer gehad. Donnarumma, Virgil. Hartstikke leuk. Op zich prima rewards voor zo'n weekendleakje. Dit waren de andere packs die daar nog bij zaten. Maar KK wil ik dus eigenlijk gewoon houden. Ik weet niet of zijn prijs, dit is volgens mij die laam, of zijn prijs nog heel erg is gedaald of gestegen. Maar los daarvan vind ik die kaart dus toch eigenlijk wel gewoon te leuk om te bewaren. Deze pakketten vielen me dus echt niet tegen. Die laam was echt wel nog redelijk wat waard volgens mij. Die gaat dus ook gewoon de basis in. Want ik had eerst die 87 of 89 laam. Ik denk 87 zelfs. Hè? Kan dat? Doet er ook niet zoveel toe. Maar die komt dus nu in mijn nieuwe ploegje. Die zie je hier. Nou ja, dit zijn oude beelden. We gaan gewoon even switchen. Ha! Want
Dit zijn dus mijn huidige mannen. Dit wordt de ploeg, denk ik. Carlos Alberto lekker centraal. Dan hebben we eigenlijk alles wel gehad. Alles wel behandeld. Het is heel stom, maar ik kan nog maar 5 minuten opnemen. En dan is het kaartje van de camera vol. En ik heb het hier dus zo slecht geregeld tegenwoordig dat het even niet anders kan. Deze draft. Daar was ik mee begonnen. De kale vedette, daar begon ik mee. En een kale draft. Allemaal voor Gillette. Heel leuk bedacht voor de sponsor. Het team is gemaakt, dus daar kunnen ze niks van zeggen. Maar ja, wil je nou echt zien hoe ik met deze draft speel? Hou dan mijn kanaal in de gaten. Eén van de volgende video's. Dan zal ik met dit draftje gewoon proberen te winnen. En met die kale klats van Lukaku zoveel mogelijk doelpunten proberen te maken. Thanks voor het kijken, jongens. Tot de volgende keer. Er komen echt nog leuke dingen aan. Ook niet FIFA gerelateerd. Dus graag tot snel. Ik ga naar Engeland. Een paar uurtjes slaap pakken nu. Adios. Ciao, ciao.